Ik werk bij RPS in de buitendienst als milieuinspecteur. Hiervoor was ik politieagent. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging in het bedrijfsleven. Zo kwam ik de vacature milieuinspecteur tegen. Ja, als je net start bij RPS, dan loop je ongeveer 3 maanden met iemand mee. Ik ben Carl Folkersma en ik ben werkzaam bij RPS. Ik leid veel nieuwe jongens op. Wij proberen ze alle facetten van de inspecties en de metingen bij te brengen. Maar het is ook weer een leuke uitdaging om iemand zo ver te krijgen dat hij dus alleen op pad kan. Daar krijg je dan inderdaad ook de voldoening uit op het moment dat hij geaudit wordt en er wordt gezegd, nou jij kunt alleen op pad. Nou, dan heb je dat wel weer geflikt. Ja, als je bij RPS komt werken als milieuinspecteur, dan begin je in eerste instantie met de afdeling asbest. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en bij RPS is dat ook mogelijk. Dit uitzicht dan ook in gesprekken die ik onlangs heb gehad, waarbij ook opleidingen en cursussen werden aangeboden om mij naar een hoger niveau te tillen. Binnen RPS krijg je de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zo voer ik op dit moment ook diverse arbometingen uit. Tevens heb je veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Je hebt veel met verschillende mensen te maken. Je bent altijd met apparatuur bezig. Je komt op veel locaties. Van grote bedrijven, kleine bedrijven, ook bij mensen thuis. Dat maakt het werk wel erg divers. Mijn werkdag is geslaagd als ik een gebied of een ruimte heb vrijgegeven en daarbij bijgedragen aan een veilige omgeving.